Niet mooi, hè, deze klank. Dat komt doordat de klok gescheurd is. Vroeger moesten zulke klokken worden omgesmolten. Tegenwoordig is het mogelijk ze elektrisch te lassen en ze de oorspronkelijke klank terug te geven. Met hele dunne olie worden eerst de scheuren opgespoord en zijn die eenmaal gevonden, dan boort men er gaten in. Na deze behandeling worden de overgebleven dammetjes van het boeren weggehakt en wordt de juiste vorm voor de lasnaad gemaakt. Nu zijn we zover dat met de voorbereidende werkzaamheden voor het lassen kan worden begonnen. Om de klok komt een plaatijzeren mantel. De holte wordt opgevuld met warmte-isolerende stoffen. En met grote branders wordt de klok dan op de vereiste temperatuur gebracht. Het duurt een paar uur voordat die 400 graden Celsius bereikt zijn. En dan begint het belangrijkste deel van de hele bewerking, het lassen zelf. De mannen dragen gasmaskers tegen de giftige koperdampen die tijdens het lassen vrijkomen. Is het lassen achter de rug, dan moet de klok eerst helemaal afgekoeld zijn voordat hij aan de buitenlucht kan worden blootgesteld. Tot slot worden dan nog de lasplekken bijgepolijst. Luistert u nu eens naar het verschil tussen een gebarsten en een gerepareerde klok.